Hoi, vandaag heb ik voor jullie een tag, namelijk de Perfect Palette Tag. En dit is een tag waarin, waarin je een aantal paletten laat zien die voor jou in bepaalde categorieën horen. Dus het gaat om 8 vragen. En ik vond het ook wel heel erg leuk om te doen. Ik heb een zwak voor paletten. Als het op make-up aankomt, dan ben ik het meest gek verliefd in love altijd op paletten. Daar heb ik gewoon echt, die kan ik vaak niet weerstaan. En dus ik vond deze tag super leuk. En ik ga hem jullie laten zien. En ik wil toch nog best wel moeilijk kiezen, want ik vind bijvoorbeeld Chanel, de paletjes daarvan, daar ben ik altijd zwaar verliefd op. Maar die zijn wat kleiner en ik dacht van weet je wat, ik ga gewoon alleen voor mijn grote paletten en dan ga ik daar een keuze uit maken. Dus ik ga nu beginnen en de eerste vraag is de beste verpakking. Nou, die is voor mij deze, dat is het Urban Decay Book of Shadows palet en dit is volgens mij de 4 of 5, ik weet het zo niet meer uit mijn hoofd. Staat er volgens mij ook niet op. Maar deze is uit de kerstcollectie van volgens mij 2 jaar geleden. En dat is dus echt een... Daar hadden ze een aantal delen elk jaar van. Dus het is echt zo'n boek. En dat doe je dan zo open. En staat gewoon prachtig als je hem op je kaptafel of make-up tafel, wat dan ook. Doe hem zo open. En dan zie je hier hele mooie vlinders. Er zit een spiegeltje aan de binnenkant. Ik moet hem hier tegen, anders schuift hij open. En daar zit de vlinder. Het is gewoon echt... Ik vind het echt een plaatje. En dan doe je hem zo open. En dan komt daar het palet uit met allemaal hele mooie kleuren. En ik hou van dit palet. Ik vind de kleuren ook heel erg mooi. En de kwaliteit van Urban Decay is altijd gewoon top. Dus dat is deze. Dan beste kwaliteit kleuren. Nou, dat vind ik bij heel veel paletten die ik heb. Maar ik koos toch voor het Anastasia Lavish palet. Waar ik gewoon obsessed op ben al een tijdje. En ik heb hem al vaak laten zien. Het ziet er zo uit. En die doe je dan... Zo open. En ik heb het palet al hier liggen. Deze zit er dan zo normaal gesproken in. En die schuif je open. En dan komen er, zo moet die, 10 hele mooie kleuren uit. En op dit moment is dit gewoon mijn meest favoriete palet. Ik gebruik hem het vaakst. De kleuren zijn geweldig gepigmenteerd. En je kunt hier heel veel kanten mee op. Dus als je nog een palet zoekt, dat je denkt van, nou, ik wil goed investeren, dus mooie kleuren waar je veel mee kan en die goed van kwaliteit zijn, dan kan ik je deze echt aanraden. Oh, ik ben hier gewoon echt liefde, liefde, liefde voor dit palet. Dan de meest diverse kleuren. Nou, dat vond ik niet zo heel moeilijk, want jaren terug, nou, en die heb ik al jaren, waren deze paletten heel erg hip in Beautyland. Deze is van Coastal Scents, de 88 palet. En er zitten gewoon 88 kleuren oogschaduw in. Dus, en dat is het palet met de meeste kleuren die ik heb. En hij blijft eigenlijk mooi. En ik pak hem er toch wel regelmatig bij. Dus dat is deze. En dan best voor traveling. Oftewel het handigst die ik het fijnst vind om mee op reis te nemen. Nou, dan wil ik zoveel mogelijk en zo compact mogelijk. En ik heb gekozen voor deze van NYX. Die is, ja, de keuze was voor mij niet moeilijk. Dit is, dit is de Box of Smoky Look Collection. En die doe je dan zo open. En dan komen daar ook een handige grote spiegel. Allemaal oogschaduw. En dan kun je zo... open schuiven en dan komen daar nog blushers, een highlighter, bronzers en als je de onderkant dan open doet, tadaa, dan zie je nog allemaal lipkleuren, glitters voor op je ogen, het zijn zo'n rotting om zo vast te houden en dan zie je hier nog allemaal concealers, dus eigenlijk heb je hierbij alleen nog maar een eyeliner nodig, die zit er ook in mijn, die zit er wel, ik dacht dat die er net uitviel, zit hier een kleintje, mascara. En dan ben je eigenlijk helemaal klaar op foundation. En dan kun je eigenlijk zo opmaken. En ook nog heel veel kanten op. Dus dat is deze. Ik maak er een zootje van hier. Even kijken. Dan de grootste spijt. Nou, dat vond ik helemaal niet moeilijk. Dat is dit Inglot paletje van de Freedom Systems. En het is niet omdat de kwaliteit heel slecht is. Helemaal niet, want Inglot is supergoed. Maar het is vanwege de kleurencombinatie. Ik heb het gewoon online een aantal jaar geleden toen de webshop er nog was... besteld en ik dacht hier een of andere mooie look van te kunnen maken, maar dat viel heel vies tegen en ik gebruik die kleuren gewoon nooit. Het zijn gewoon niet mijn kleuren en het zijn ook matte oogschaduw, dus dat vind ik op zich wel mooi, maar nee, dit is het voor mij niet. Dan de beste kleurnamen, daar kwam ik toch bij Too Faced. Die hebben altijd sowieso hele schattige paletten, ik zal er 2 laten zien, met hele leuke namen. Dit is het The Return of Sexy Palette. En dit is het Natural Eye Palette. En dan, ik zal ze allebei even laten zien. Deze. En er staan bijvoorbeeld kleurnamen in zoals Push Up, Velvet Revolver, Sexpresso, Nude Beach, Silk Teddy,
Nou, echt heel erg leuk, want ik moet het maar bedacht krijgen. En dan laat ik deze ook nog meteen even zien. Dat is ook een heel mooi palet. En daar zitten namen in zoals Pink Diamond. En dan spreekt mij natuurlijk aan. Ik hou van glitter, ik hou van roze en ik hou van diamanten. Hopeless Romantic, Beauty Mark, Prima Donna. Nou, echt, ja, ik vind de namen altijd heel erg leuk van Too Faced. Daar is zeker over nagedacht. Dan het minst gebruikt. En dat is eigenlijk ook eigenlijk wel zonde. Een heel mooi palet. En dat is deze. Ook weer van Urban Decay. En dit is het Glinda palet van The Great and Powerful. Toen die film uitkwam. Dat was begin van dit jaar. En dan had je twee paletten. Glinda en Theodora, dacht ik. En dit was zeg maar de lieve. En de andere was de evil uit de film. Maar goed, deze. En er zitten... Oh, nou, dat valt eruit. Maar er zitten dus allemaal mooie kleuren in. En twee duo kleuren. Deze en die. En dat zijn hele mooie kleuren om hele mooie looks mee te maken. Die highlighter, deze is prachtig. Echt heel apart kleurtje. Ik vind de kleur ook hartstikke mooi en toch gebruik ik hem niet vaak. En nu ik zo zit te kijken, vraag ik me eigenlijk af waarom. Dus ik ga hem binnenkort al snel erbij pakken. Maar ja, deze gebruik ik gewoon het minst vaak. Wel een heel mooi palet. En ik hou sowieso van Urban Decay. Dan nog het meest gebruikt en het meest geliefd. En dan kom ik toch ook weer bij Urban Decay. En dan mijn Naked Too palet. En die pak ik er gewoon het vaakst bij. Zeker gewoon voor alledaagse looks en zo pak ik eigenlijk altijd deze. En er zitten gewoon allemaal mooie natuurlijke kleuren in. En shimmerkleuren, matte kleuren, highlightkleuren. Ook donkere kleuren. Hier een zwarte en een hele donkerbruine. En ik hou van dit palet. Echt. Waar ik ga is dit palet. En volgens mij was ook de vraag met meest gebruikt en meest geliefd. Wat je dan mee zou nemen naar een onbewoond eiland. En dat zou ik dus ook. Of een verlaten eiland. In ieder geval zou ik ook deze meenemen met stip. En ja, dan ben ik er doorheen. Dit was mijn Perfect Palette Tag. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vind je dit een leuke video? Graag duimpjes omhoog. En ik zou het heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Zo mis je natuurlijk niks. Nogmaals een hele fijne dag. Dankjewel. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!